Mijn link met de Amsterdam Marathon is eigenlijk begonnen in 2011. Heel veel mensen kennen natuurlijk mensen of hebben mensen heel dichtbij die een kanker hebben gehad of overleden zijn aan kanker. Dat is bij mij niet anders. Ik vind het onwijs leuk om de Amsterdam Marathon te lopen. En ik loop voor een goed doel om fondsen te werven voor het VUMC Cancer Center in Amsterdam. Ze heeft heel hard gevochten. Ze heeft het niet kunnen winnen. Het ging soms beter, het ging soms slechter. Uiteindelijk heeft ze het gevecht verloren en dat was voor mij in 2012 echt de reden om te zeggen van oké, ik wil wat ik voor mijn plezier doe verbinden met iets wat heel veel waarde heeft. Ik ben geen Keniaan, ik loop niet snel. Ik loop bij de laatste 10 straks ook weer in oktober en het gaat mij om iets anders. Het begint eigenlijk op het moment dat je in het stadion inkomt. Dan heb je nog een minuut of 25, 30 te gaan, want je moet ruim een kwartier van tevoren binnen zijn, omdat dan de laatste afzettingen geplaatst worden. Ja, en dan komen er bepaalde liedjes voorbij met bloed, zweet en tranen van André Hazes. Dan sta je daar van oké, ik moet er zo 42. Ik heb een muzieklijst zo gepland dat ik elke 3 kilometer een band voorbij hoor komen, elke 5 kilometer Metallica. Dat ik ongeveer weet dat ik op schema loop. 500 meter voordat je het stadion ingaat, heb je het euforiegevoel van oké, jongens, ik heb het gehaald. Gek genoeg was het niet de finishlijn, het was bij mij het 500 meter bord. Nee, ik ben de man met de hamer 1 keer tegengekomen, dat was Berlijn 2012. Dat was weliswaar niet de man met de hamer, maar hij sloeg hem tegen mijn knie. Ik heb 7 kilometer met een hele slechte knie uitgelopen. Als ik start, finish ik. Dan moet het heel gek lopen, wou ik niet finishen. Dat is je wilskracht om dit tot een einde te brengen.